Ik zeg minimaal 10-0, anders hebben we een probleem. Ben je ready om de Street Captain's titel te verdedigen? Nee! Deze man gaat kapot maken, ik zie hoeveel honger hij heeft. We gaan afgeslagen worden. Jonas, de mooiste uitgespeelde aanval van vandaag. Ja, hij is nu zijn skills aan het oefenen en zijn conditie aan het trainen. Dit is een ballie die je kan connecten met je app. Bestel hem via getballie.com. En wie weet ga jij je skills verbeteren en je conditie, net als deze mannen. Abonneer en zet het belletje aan, want de video van Touzani TV wil je nooit overslaan. Het is matchday. Ik ga SOUHEL nu verrassen. Hij heeft echt geschitterd in de FC Straat Youth League. Weet je dat nog? Check deze beelden hoe hij kapot heeft gemaakt. Go! SOUHEL. Oh! Dat doet hij gewoon! Komende zondag gaat hij weer schitteren in de FC Straat Youth League. Maar vandaag heeft hij een wedstrijd. Hij is voetbald bij PSV. En hij speelt vandaag met U13 mee, terwijl hij eigenlijk officieel U12 is. Ik hoop dat hij wakker is. Yes, Touzani. Waar is hij dan? Hij is naar zijn wedstrijd. Ai, SOUHEL. Ja, wat ik heb begrepen, SOUHEL is al naar de wedstrijd. Dus ik ben hier voor niks, maakt niet uit. Trouwens, andere koep, andere look. Wat vind je van deze? Moet ik krullen hebben of gewoon deze Zlatan kort naar achteren? Nu lijk ik echt op Zlatan, alleen die snor nog, hè? Yes mensen, ik ben aangekomen op de Hertgang, jeugdcomplex van PSV. Hier allemaal toekomstige future legends. Dit is het broertje van SOUHEL, want nu weet ik waarom SOUHEL niet thuis was. Hij speelt om 8:30 af. Ja. Je hebt 8-2 gewonnen vandaag. Ja. Ja, hij heeft 8-2 verloren, maar maakt niet uit. Wie kan het over SOUHEL vertellen? Ik. Laat mij. Hij is heel technisch. Ja? Hij heeft snelle dribbles. Hij kan zijn mannetje voorbij spelen, fantastische dribbel. Maar is het ook een chille boy? Ja, zeker, zeker. Moet ik hem testen vandaag? Moet ik hem panna geven? Ja. Wie van jullie wil panna krijgen? SOUHEL. Ja. Ik was vanochtend bij jou voor de deur om jou te verrassen. Eindstand was je al weg. Jij bent hier altijd vroeg, heb ik begrepen. Ja. Waarom eigenlijk? Ja, ik wil gewoon wedstrijden kijken hier. Want anders als ik thuis ben, heb ik gewoon niks te doen. Wauw, dit is wel een echte liefhebber. Dus hij gaat zo vroeg hier naartoe, zodat hij ook andere wedstrijden kan zien. Hey, wat voor voetballer ben jij op het veld? Ik ben een spits. Ik maak heel veel doelpunten. En ja, ik kan ook acties maken. Welke celebration ga je doen als je scoort? Ik heb geen celebration. Ik heb wel een celebration voor jou. Normaal zeggen ze altijd over de spits. Hey, je moet die spits in je broekzak hebben. Maar jij hebt die verdedigers in jouw broekzak. Dus elke keer als je scoort, dan doe je... Ha. Pew. Je moet wel deze erbij doen, hè? Pew. Met een geluid erbij. Ja. Deze boys gaan zondag ook spelen. Welke stad gaan jullie representen? Wat wil je zeggen tegen de Sneaky Kevins? Ja, no. Jullie gaan zien. Jullie gaan zien. Uitkijken. Jullie gaan zien. Hij is zo naar een van de beste trainers van Nederland, hè? Dominic, Giano, Tiamo. We zijn er weer. Vandaag kom ik voor PSV. SP. AMTA! Dit zijn de tegenstanders. Ze heten Den Bosch. En daarom zijn ze vandaag de klos. Ik ben vandaag gekomen om jullie plezier te geven. Normaal shinen jullie zonder camera, maar dan ziet niemand dit. Maar vandaag is de camera erbij, zodat iedereen die nu aan het kijken is, kan genieten van jullie. Wil je nou trouwens dat ik naar jouw wedstrijd kom? Laat het weten hier beneden in de comments. Niet boven, maar beneden. En like deze video. Abonneer, anders ben je geen echte voetballer meer. Touzani is er vandaag bij en daarom gaan jullie winnen. Maar met hoeveel is de vraag? Ik zeg minimaal 10-0, anders hebben we een probleem. Eiko is ook een street captain, hè? Wat ga je zondag doen? Zondag ga ik pas praten, man. Dus je wil nog niks zeggen tegen de uitdaging? Kom maar op. Waar speel je normaal gesproken? Ja, normaal gewoon middenveld, man. Hou altijd het beste uit jezelf, hè? Voeding, training, ontspanning. Blijf het herhalen. Ja? Doe je ding, man. Ik ga genieten vandaag van jou. Hey, dit is James. En zijn pa is een legend. Kenneth Vermeer. Een van de beste keepers van de afgelopen tijd. Maar hoe bedoel je? Je pa is keeper en jij bent voetballer? Ja. Wat is je positie? Mid. Wat gaan we vandaag van je zien? Veel aan de bal. Diep lopen. Kom naar die kant. Oh. Dat gaat papa Vermeer niet leuk vinden, hè? Als hij niet gaat ballie, hij kan altijd nog keepen, want hij gaat sowieso die kant duiken, snap je? Nee, doe je best, hè? Ja. Kijk, keeper moet je niet warm maken, keeper moet je heet maken. Wat schreeuwt de keeper altijd? Ja! Paranteros. Zelfs de cameraman ging. Ah, heerlijk man. Ik mag gewoon mee warming uppen met PSV. Dat is toch chill? Ja, doei Ronald! Ah, was die? Sorry trainer. Ja, ik liep dit. Sorry Mike, souvenirtje uit Rotterdam. De wedstrijd is nog niet eens begonnen. De bal blijft aanvallen, nu blijft ze wachten. Zij net. En ze zien er scherp uit, man. Niet leuk voor de keeper, dit. Deze man gaat kapot maken. Ik zie hoeveel honger hij heeft. Heb je gegeten? Ja. Hij heeft nog steeds honger. Deze man is ook goed hoor. Eigenlijk de hele groep is goed. Dit wordt echt een legendarische uitslag, weet ik zeker. Minimaal 10-0, anders hebben we een probleem. Oh. Dit zijn de tegenstanders. Ik ga niet met tegenstanders op de foto. Zijn jullie klaar voor een goede afslachting? Ze gaan afgeslacht worden. Yes, binnenkort nieuwe collectie van Touzani in de FC Straat Shop. Check it. Not a player for the bench. Voor degene die geen Engels kan, ik ben niet te spelen voor op de bank. Snap je wat ik bedoel? Den Bosch is nerveus, kijk, ze zijn als eerste op het veld. Terwijl PSV gewoon rustig, ze zijn in de kleedkamer, even een drankje doen. En ze komen zo meteen. En dan gaat de wedstrijd beginnen. Matchday, oftewel de dag van de wedstrijd. De wedstrijd is begonnen. Ik zeg het wordt 10-0. Ik weet niet waarom, maar het wordt 10-0. Dat denk ik. Serieus. Eerste serieuze kans. Ik had wel heel veel vertrouwen in die boys, maar het staat nog steeds 0-0. Check die nummer 3, hè. Die man is gewoon onder 12. Ik weet niet wat hij eet. Wat eet die man? Afrikaans eten. Bijna de eerste goal voor SOUHEL. SOUHEL, hij moet wel gaan scoren nu hoor. Hij deed ook de celebration. SOUHEL is echt een man. Hij heeft gewoon die celebration gedaan. Hier op is moet Daira naar binnen. Laat zien, kom maar harder, harder. Dan moet je met Jonas coachen. Geen druk op de bal, daar komt dat schot door. Hey, ze moeten scherp blijven, dat is bijna 1-1 daar hè. Dit is wel die Ashraf Hakimi hè, onze netwin. Hij blijft doorgaan, trein. Kijk eens. Soudé, die moest wel zitten man. Dit noem ik kapsalon. Pam, dieper naar de grond. Kapsalon. 2-0. Wel verdiend, eerlijk is eerlijk. Zo deze, ik zei, die man is giftig hè. Ik zei het ook hè. Weet je nog hoe ik dat zei? Kom terugspoelen. Deze man gaat kapot maken, ik zie hoeveel honger hij heeft. Keeper die leest de wedstrijd goed, daarom was hij op tijd erbij. Maar eigenlijk was die speler helemaal los. Wow, penalty! Er was niks aan de hand! Penalty! Ja, er is weer discussie of het wel of geen penalty is. Luister, scheids bepaalt, klaar. Iedereen maakt fouten, dus de scheids kan ook fouten maken, als het een fout is. Laat even in de comments weten of dit een penalty was, ja of nee. Jongen, jongens, ze maken onnodig spannend. Ja, leuk. Leuk voor de wedstrijd, maar onnodig. Categorie onnodig. Zij, 5-1. Hoeveel gaat jouw broer scoren? 3. Nog eentje. Hij heeft al eentje gescoord. Nog eentje. Oh, nog eentje, dus 2 in totaal. Ja. En ik 3. SOUHEL zonder gel scoort nummer 2. Speciaal voor jou, waar is die? Ja, je hebt gezegd hè, 2 goals hè? Ja. Je moet wakker worden bro. Ewa Kiefers, ben je wakker bro? Hey James, heb je papa niet een keer uitgelachen dat ik hem die gekke penalty heb gegeven? Nee. Heb je gezien? Ja. Wat gebeurde daar dan? Kenneth, ik vind het niet leuk als je dit terug ziet hè. Ga hem nog een keer erin gooien. Is je dit is zo bij. Ik heb zo even herinnerd, want de eerste keer heeft hij die celebration gedaan, de tweede keer niet. Kan niet hè. Hij vond 1 keer die celebration wel genoeg, zeg maar, in het begin. Zit je goed? Ja, zeker. SOUHEL heeft weer gescoord. Ja, ik ben trots op hem. Ja. Mama heeft zoveel spanning en tegelijkertijd ook vertrouwen. Ze zitten hier gewoon rustig te chillen, terwijl SOUHEL al 3 goals heeft gemaakt. Grens, wil je pannen? Ja? Hij gaat straks zo vlak. Kom maar Daniel. Kom maar Jokie. Zo. Goed. Kijk, luister. Die trainer heeft zijn tactiek daar op de grond liggen. Ik ga zo meteen stiekem gaan kijken. Kijk hem daar. Waar moet jij heen? Anzu, waar moet jij heen? Wegwezen. Stiekem kijken. Sluit het! Ik heb niks kunnen lezen. Jammer. Straks weer proberen. Een mooie bal van SOUHEL. Wat kan ik genieten van deze bal? Hij is rustig, mooie paasjes, overzicht. Scoringsgericht, doelgericht, geen scoringsgericht. Jonas, de mooiste uitgespeelde aanval van vandaag. Dit was echt categorie uit het boekje. Met een beetje vingerspitsengevoel. Keeper moet je opletten, hij leest alles. Hij heeft elke boek op school uitgelezen. Kom boys! kan goed lezen. Ja, ik wist gewoon dat hij eroverheen ging. Dat is publiekswissel, hè, toch? Het publiek moet ook wat krijgen. Jullie hebben een applausje voor Sawyer. Soesoe! Het is nog steeds nog ziek. Ja! Lekker Jonas! Ze gaan gewoon door. 6-1 is de score en helaas, maar wel een publiekswissel. Even een applaus voor Sawyer, hij heeft goed gespeeld. Hey. Soesoe! Soesoe! Yes. Want eigenlijk, he is not a player for the bench. Okay. Hey. 7-1. Ja. Ik zei 10-0, maar 7-1 is ook mooi. Ja, goed gedaan, een penalty. 8-1. Ja, ik zei 10-0. Weer een penalty. Mooi jongen, joh. Ik vind wel dat de keeper hem moet nemen, maar maakt niet uit, maakt niet uit. 8-1 kan 9-1 worden, check het. 9-1, luister dan. Geen disrespect naar Den Bosch, hè. Gefeliciteerd, blijf doorgaan. Probeer het beste uit jezelf te halen ten alle tijden. Let op je voeding, training, ontspanning. Ik kan het niet vaak genoeg herhalen. Dat je terug kan kijken op je carrière en kan zeggen, ik heb er alles aan gedaan. Is dat PSV 1? Mooi. Is dat Eindhoven 1? Mooi. Is het Barça 1? Ook mooi. Als je maar trots kan zijn op jezelf. Heel veel plezier, heel veel love naar jullie allemaal. Het is Touzani. Ik ga jullie nu een verhaal vertellen over de legendarische Ruud van Nistelrooy. Ruud van Nistelrooy is begonnen bij Den Bosch. Hij speelde zelf in U19-1, maar hij moest tegen Ajax U19-2. Dus verloor hij iets van 10-1 of zo. En toen dacht hij bij zichzelf, wow, wow, wow. Als het tweede team van Ajax zo goed is, hoe goed is dan het eerste wel niet? Of U19-1. Een paar jaar later, Ruud van Nistelrooy, legend van PSV, legend van Manchester United, legend van Real Madrid, van Nederlands elftal. Love, Touzani! Ja, hij is nu zijn skills aan het oefenen en zijn conditie aan het trainen. Dit is een ballie die je kan connecten met je app. Bestel hem via getballie.com. En wie weet ga jij je skills verbeteren en je conditie, net als deze mannen. Souhel, ja? Jij mocht met een leeftijdje ouder spelen. Ja. Want je bent normaal onder 12. Hoe ging het voor jou? Goed? Best wel goed. Ja, wat ging er goed? Vrijlopen. Ja, en scoren. De eerste keer deed je nog die celebration die we hadden afgesproken. Daarna dacht je van ja, we hebben maar 1 keer afgesproken, niet vaker. Ja. Ja. Je bent zakelijk, hè? Ja. Ik ben ook zakelijk, hè? Weet je dat? Ja, kom deze kant op. Kijk, je bent geflasht. Je bent geflasht. Zondag ben je ready om de Street Captains titel te verdedigen. Ja. En niemand mag die banden van jullie pakken. Hebben jullie al een nieuwe tactiek? Nee, volgens mij niet. Luister, vond je deze video tof? Ja, doe dan een blauw duimpje omhoog. Abonneer, anders ben je geen echte voetballer meer. Klik daar om de laatste video te zien. En klik daar om gratis lid te worden van de grootste voetbalclub van Nederland. FC Straat, net als deze man. We willen ervoor zorgen dat alle straten weer vol zijn. Zodat heel Nederland beter gaat voetballen. Want de beste voetballers aller tijden zijn begonnen op straat. Besef dat.